MN Food Impacts NV krijgt bezoek van LVV-minister Rabin Permisser. Het agrarisch exportbedrijf MN Food Impacts NV heeft een officieel bezoek gehad van minister Rabin Permisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit bezoek vond plaats op zondag 18 augustus 2019. De minister werd vergezeld door de voorzitter van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, de heer Omar Tous. De Surinaamse exporteurs kregen bijzonder veel aandacht van minister Rabin Permisser, dit omdat hij heeft aangekondigd de sector te betrekken in het helpen ontwikkelen en verbeteren van hun positie in de Surinaamse samenleving. Directeur Manoj Nanda geeft aan dat hij langer dan 20 jaar in de sector zit en nooit eerder een minister van LVV heeft ontvangen in zijn bedrijf. Dit is voor hem een grote eer en voldoening na al die jaren. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.